Hallo lieve mensen, vandaag gaan we vegan biefstuk maken. Nou, dat kan toch niet? Ik denk dat het kan. Max gaat me helpen. Heb jij nog zin om te helpen? Ik wil hier echt helemaal niks mee te maken hebben. Oké. Hey, deze situatie, hè? Hoe vertaalt zich dat naar de slaapkamer? Oké, vegan biefstuk dus. Er ligt wel al een biefstuk vleesvervanger in de supermarkt en die heb ik ook al geproefd. Maar ik vind het zelf totaal niet naar biefstuk smaken eigenlijk. Al vind ik hem wel heel erg lekker, maar meer een hele lekkere hamburger. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar dit recept. En ik ga een recept namaken dit keer van de Happy Bear. Ik heb ook een boek van hun, maar hier staat hij eigenlijk niet in. Ik heb hem van internet. Dus tip voor niks. Wel een leuk boek trouwens. Hoe weet je of een peer blij is? Het belangrijkste ingrediënt voor de vegan steak is dit. En mensen, ik heb nu een moordwapen in mijn hand. Dit is namelijk glutenmeel. Iedereen met glutenallergie, zet maar gewoon gelijk deze video af voordat dit via je beeldscherm erin komt ofzo. Want dit is echt... Gluten met gluten erop en gluten ertussen. Gluten. Anyways, we gaan eerst de basis maken. Dit recept is echt vet simpel. Maar je moet het gewoon even doen. Net als met seks. Ik heb 200 gram kikkererwten nodig. Leuke sokjes wel eigenlijk. Nou, die was niet, dat was niet bedoeld dat je het zag. 200 gram kikkererwten. Hoppeteetjes. Dan 4 tablespoons nutritional yeast. Dat zijn edelgistvlokken. Kan je tegenwoordig zelfs bij de Albert Heijn kopen. Je hoeft het allemaal niet zo nauw te nemen, mensen. Oh. Dan een theelepel knoflookpoeder. Dat is best wel veel knoflookpoeder trouwens. Ja, je zegt theelepel, maar je was met een tablespoon bezig, toch? Oh ja. Teaspoon. Gaat allemaal lekker, jongens. De productieassistent heeft nu al weer zin in het opruimen. Nee, dat kan ik maken. Vooral dat. Jongens, wat zijn wij hier allemaal aan het doen? Hey. Alrighty. Dan nemen wij a pinch of salt. Ik weet nooit wat een pinch of salt is, maar ik vind het prachtig. Dan heb je 100 gram tomatenpuree. Dit vind ik altijd zo irritant, hè? Dan is zo'n blikje 70. Wat moet je nou met die andere dan? Met de rest? Wacht even, stop even. Er gebeurt niet even iets wat er op beeld. Boter, ben jij in de plant geklommen? Dit kan niet, hè? Moet je het zien hoe die erin ligt? Ja. Oké, 2 tablespoons tamari. Dat is een hele sterke sojasaus. Okay. Volgens mij is het ook gewoon een Albert Heijn te koop. Tamari, tamari, I love you. Tamari, tamari is a day away. 100 milliliter vegetable stock, groentebouillon. Is dat van een stok gemaakt? Ik ga gewoon dit slechte grapje niet eens erkennen. Ik denk ook niet dat het in de edit hoeft. Tea table. Oh ja, dit werkt goed. Weet je? Fuck it. Nog een tablespoontje met grote paprika. Ten slotte nemen wij 1 tablespoon mosterd. Zoiets. Dat is een teaspoon, hè? Oké! Dit gaat nu in de blender. Tja. Oké, schitterend! You make soup? Oepsie. Oké, dit gaat in een mixing bowl. We gaan er 250 gram glutenmix bij doen. En ik heb dit in een winkeltje in Amsterdam gekocht, Vegabond. Maar het is sowieso ook online te bestellen.
Je zou eventueel volgens mij tarwebloem kunnen gebruiken. Maar ja, ik half ass sowieso altijd alles al. Dus ik dacht, laat ik een keer mijn best doen voor het echte ingrediënt. En hoeveel moet er nu in? 250. Oh, dat is te veel. Dit zie je de tv-koks niet altijd doen, hè? Nee. Noem jezelf een tv-kok, want ik denk een hoop tv-koks daar boos over worden. Nou, ik ben toch soort van op de tv. Televee. Ik ga even mijn ringetjes afdoen. Eerst even je handen wassen. Oh, oh, oh. Handen wassen is sowieso altijd een goed idee. Oeh, het is warm. Dat geen biefstuk is, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Vaak zo, hè. Slagers kneden ook altijd een biefstuk in een bol. Van bloem. Ja. Nou, maar nu hoeven we tenminste niet koetjes op een hele nare manier dood te maken. Zit er ook een recept voor jus bij? Gaan we vol loetje op deze motherfucker? Dat zal een goeie zijn. We serveren de biefstuk natuurlijk wel gewoon. Sneetjes brood en jus dan. En volgens mij heb ik dus nog vegetarische jus in mijn kast. Oh. Welke van deze kast is precies jouw kast? Ik dacht dat we hier samen wonen, maar... Weer een grapje dat eruit geknipt wordt. Hey! Oké, okay, we hebben dus nu een super mooie deegdinges. En die gaan we in, ja, ik denk een stuk of 6 tot 8 stukken snijden. Boter, nee, wacht even. Ga nu de biefstukjes maken door ze een beetje te pletten. De shape is best wel, dit is wel een biefstuk zoals je ze koopt bij Albert. Kijk, ik ga niet beweren dat dit nou echt, dat dit niet te onderscheiden valt van een loetje biefstuk. Ga ik gewoon niet doen. Nee. Maar, misschien dat het gewoon wel heel lekker wordt. Ja, ik zou tekenen voor wel heel lekker. Oh. Jezus. Oké, okay. Kan een mens niet even vredig koken? We hebben de biefstukjes. Die gaan we nu in aluminiumfolie verpakken. Want we moeten ze stomen. Echt? Gestoomde biefstuk. Ja, gestoomd vlees. Yum. Oké, okay. Hartstikke leuk. Ik heb ondertussen een pan water opgezet met een stoomrekje erin. Mensen die een stoompan hebben kunnen dat ook gebruiken. Ja. Nou, zo. Maar is dit het enige wat we gaan doen? Nee, we gaan zo bakken. Rustig aan. Ik schrok al. Je kan toch niet dingen met mayo besmeren die alleen maar gestoomd zijn? Wanneer komt de mayo? 20 minuutjes. Zijn we bij je terug. Ondertussen gaan we nog even de marinade maken waar we straks de biefstukjes in gaan marineren. Gewoon marinade, een keer gewoon alles zo erin gooien, boem, bats, dat maakt niet uit. Maple syrup, oftewel ahornsiroop. Oh. Nee. Iets te veel. En een hele tablespoon smoked gerookte paprikapoeder, maar geen zin om dat hierin te doen. Such is, chef. Oh, ik heb mijn thee weer koud laten worden. Oké, vinden jullie het ook zo spannend, jongens? Oeh. Yummy. Wat is dat? Oké, dit gaan we marineren. Het ziet er wel lekker uit. Geef toe, dit ziet er best looks, wel lekker uit. Het looks meaty. Marminaai. Ik vind lekker dat alles weer lekker on the fly bedacht wordt gewoon. Ik ga koken daar een recept van, nou ja, eigenlijk is dat meer een soort guidelines. Dit ziet er nu, begint het eruit te zien als dingen waar mayo op moeten. Oké, dit ziet er wel legit uit. Hoe lang moet dit dan? Een paar minuutjes. Ook weer zo'n lekkere exacte aanduiding. We gewoon een paar minuutjes een beetje bakken of zo, weet ik veel. Laat me rust. Kijk nou. Een paar minuutjes om op te knuffelen. Mam, ik wil weg. Mam, ik wil weg. Mam. Kom even in voor een close-up. Oké. Ik dacht ik maak een jus voor erbij. Maar dit is een soort gelei. Jus geworden. Oké, spannend. Volgens mij zeg ik dat echt iedere keer.
En ook allemaal zo, ook, iedere keer is het weer zo'n rollercoaster. Ja, mijn oma tof het goed. Oké. Okay. Looks. De jus zullen we maar even buiten beschouwing laten. Dat was een pakje wat ik nog over had. Dit ziet er natuurlijk niet uit als een biefstuk. Laten we eerlijk zijn. Dit is meer een hamburger. Dit is heel interessant. Oh, dat is niet per se lekker. Oké. Mark my words. Dit is het dichtste dat ik ooit... Wacht. Dit is het dichtste bij... Ik ooit... We marken mee, maar dit is wel moeilijk. We willen graag je words marken, maar we snappen je words niet. Dit is wel dichtst bij een vegetarische biefstuk die ook echt naar biefstuk smaakt dat ik ooit heb gehad. Sorry. Oké, okay, statement. Is dat een zin? Ja. Het smaakt echt heel lekker. Mm-hmm. Maar het is gewoon... Je hebt nog nooit zoiets gegeten, denk ik. Mm-hmm. Dus het lijkt niet op biefstuk. Nou, maar wel meer biefstuk dan wat je in de supermarkt vindt. Oké, conclusie. Ik vind het echt wel gewoon goed gelukt. Oké. Ik ben benieuwd naar de Nuchtere Nederlander test. Doei. De Nuchtere Nederlander test. Ik vind het er in ieder geval te gek uitzien. Het ziet er echt uit als iets wat ik heel graag wil gaan eten. Het ruikt ook wel lekker. Structuur, textuur gaat het wel echt mis. Maar... Ik moet even twee dingen testen. Geef me even een minuutje. Als ik dit geserveerd krijg op mijn bord met een paar gebakken aardappeltjes en een stukje broccoli. Dan ben je een blij meisje? Ik mag de vries, een heel blij meisje. Nou, dit ziet er natuurlijk niet meer uit, maar dat komt vooral omdat we gewoon eigenlijk al een hele biefstuk hebben opgegeten en die gaat ook op. Ik vond het eigenlijk best wel een geslaagd experiment. En laat me weten als je het ook gaat maken. Tag me dan eventjes op Instagram of zo. Of reageer sowieso even onder. Dat vind ik vet leuk. Heb je suggesties voor andere dingen die ik moet maken? Laat het me weten. En dan bedank ik je nu voor het kijken. Tot de volgende keer.